Het is ook wel een beetje een reden voor paniek natuurlijk, hè? Want het is niet niks wat er op dit moment gebeurt. Jeroen, je was lekker aan het inrijden alsof er niet heel veel aan de hand is, maar er is nog wel wat gebeurd de afgelopen week in de paardensport. Hoe is dat allemaal op jou afgekomen? Ja, er is heel wat gebeurd, dat kun je wel zeggen. Het is natuurlijk, we zitten al een tijdje in de wachtkamer wat betreft coronavirus natuurlijk. Dus we hebben al een hoop, een tijd lang echt niet op niveau kunnen rijden, helaas. Ja, je hebt drie verschillende vormen van het rhinovirus. Je hebt een simpele verkoudheid eigenlijk. Wat eigenlijk over het algemeen meer bij de jongere paarden voorkomt. Die toch wel in groepen bij elkaar zijn. En dan heb je de vorm van bij drachtige merries dat ze hun veulen afstoten. Ja, en dan nu deze met een neurologische vorm erbij. En die is heel heftig en die is voor mij ook toch wel vrij nieuw. We weten wel dat die bestaat, maar die is nooit echt zo aanwezig geweest als dat die nou is. En die is toch wel heel agressief en zeer besmettelijk. Maar ja, wat nou blijkt, dus heeft dat al een grote impact. En de vraag is nog een klein beetje hoe groot natuurlijk nou. Is men daar nou nog snel genoeg bij om het te kunnen controleren nog? Of is het al echt te laat? En is het, net wat je zegt, al een olievlek die over de hele wereld al zich aan het verspreiden is? Ja, het is nu gewoon een groot logistiek probleem eigenlijk. Hè? Ja, schiet de paardensportwereld dan ook in een kramp doordat we ook te maken hebben gehad met corona? Of zeg je van nou, het is wat we heel serieus moeten nemen dit? Nou ja, goed, kijk, de hele wereld is natuurlijk een beetje in paniek. Hè? Door dit Rino en het corona wat er al heerste natuurlijk, is men, dat heeft wel een klein beetje met elkaar dat van doen, denk ik wel. Ja, dat die paniek nou in de wereld, in de paardenwereld eigenlijk groter is, is dat die misschien wel zou zijn als corona er niet was geweest. Maar goed, het is ook wel een beetje een reden voor paniek natuurlijk, hè? Want het is niet niks wat er op dit moment gebeurt.